Breda Hypiek 2009 is donderdag om 6 uur van start gegaan. In de toespraak van burgemeester Van der Velde werd onder meer aangehaald dat het topsportniveau van dit jaar hoger is dan ooit. De terreinen van Breda Hypiek bij de Prinsenhoeve staan tot en met zondag bol van spring- en dressuurwedstrijden. Ook worden de eventing- en de vierspanwedstrijden voor de 25e keer gehouden. De organisatie rekent op 50.000 bezoekers.